Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is weer bonus video vrijdag? Ik denk dat dit de vrijdag is dat dit uitkomt, we zien het wel. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we een sporkelquiz doen. Wie is de Mol is afgelopen zaterdag weer begonnen en dat is natuurlijk een feest. En met dit feest gaan we natuurlijk heel even voeden door wie is de Mol kandidaten in te vullen bij het respectievelijke jaar. En volgens mij is het zelfs de bedoeling dat ik ze op volgorde doe, wat het een stukje moeilijker maakt. Je hebt maar 20 minuten. Kan je die timer aanpassen? Want... Oh, stopwatch. Vind ik interessanter. Dan gaan we kijken hoe lang ik erover doe. Want ik denk dat 20 minuten veel te kort is. Ik ben er best goed in. Alleen op volgorde is super moeilijk. Ik zou jullie graag willen vragen. En misschien is dit voor mijn Wie is de Mol kijker die ook YouTube doen. Dus een Jordi of een Sander. Om dit misschien ook te doen als jullie dit leuk vinden. En dan kijken wie er het snelst is. Ik ben wel heel erg benieuwd. Laten we beginnen. De komende half uur gaan we alleen maar namen doen. Dus ik ben benieuwd. Laten we de quiz beginnen. Ja, we beginnen dus echt bij de eerste. Dus bij 2005. Ik hoop trouwens... Wacht. Ik pauzeer hem heel eventjes. Dan mag ik ook niet verder gaan. Ik hoop trouwens dat als Jordi en Sander dit doen... Kijk dan de video pas nadat je hem zelf hebt gedaan. Want anders is het natuurlijk een stuk makkelijker. Ja? Oké, resume. We gaan beginnen in 2005. Het gaat al supergoed. Wat was het ook alweer? Was Roeland als eerste. Roeland. Toen was Yvonne, Victoria, ja, Jim en Gijs, toen was Sander, toen was Isabella, Lottie, Mark, Marie en Yvonne. Dat is 2005 is gecleared. Dan gaan we naar 2006. Leuk seizoen. Even kijken. Speelde zich af in Thailand. Dat helpt mij altijd met nadenken wat dat ook weer was. Oh, dat was niet Thailand. Thailand is 2007. 2006 was in Argentinië. Dat is een heel ander seizoen. Even terugdraaien naar wat ik aan het zeggen was. Dan was namelijk Chris... Als tweede. Geert was als eerste. Excuus. Chris was als tweede. Merilou was als derde. Toen kreeg je Liz. Daarna kreeg je Richard. Daarna... wat was het na Richard ook alweer? Oh mijn god. Slecht zeg. Oh, Twan? Tuurlijk, Twan. Peggy. En dit moet ik natuurlijk gewoon weten. Dat is Rode. Rick. Ik krijg heel even een snelle blank. Frederik. En Miluska. Dit was Sander. Lisbeth. Lisbeth. Menno. Alex. Dick, Nadja, Nadja, Eva, Renate, Paul, Inge. 2008 is een van mijn twee lievelingsseizoenen. Dat was Nicolette, Annette, Georgina. Wat was het toen ook alweer? Oh, ik kan ook scrollen, denk ik toch? Oh, en het ding blijft ook staan, dat is fijn. Dan kan ik ook zien wat ik typ. Was het Koen? Na Koen was het Joris, Dunia, Patrick. Hoe verder we komen, hoe lastiger het wordt. Na 2009, 2010 wordt het echt een stuk lastiger. Na Patrick kwam natuurlijk de verliezend finalist en dat was Regina. De winnaar was Edo en Dennis. Dan hebben we hier
Oh ja. Vera Hans Paula Vrouwtje Sebastiaan, ja. Rick, Dennis, Aniek, Vienne en Jon. Oké. Dan Loretta, ja. Tim. Manuel, Barbara, Hint, Arjen, Erik, Sanne, Frits en Kim, 2011, oké. Dat was het seizoen dat Art meedeed. Dan was het Hanna. Hoe heet hij nou? Horus. Jan? Nee, Jan nog niet. Wie ging er voor Jan er nog uit? Oh, Mirjana. Was het? Mirjana, ja. Na Mirjana ging wel Jan eruit. Anna? Nee, Anna nog niet. Anna ging sowieso pas na Pepijn, maar voor Pepijn ging vast nog iemand anders. Nee, het was wel Pepijn. Anna. Karin. Soendos. Art. Patrick. 2012. Mijn minst favoriete seizoen. Dat was. Ze deed dit jaar ook mee. Dat was Marion. Ze deed dit jaar ook mee met Expeditie Robinson. Marion Pauw. Dit was Dio. Maarten. Marit? Ja, Marit. Frits. William. Tim. Lisbeth. Hadewig. En Annemarie. Kijk. Ewout. Oké, nice. Ewout, geen ding. Joep, Janine, Tim, ja, Tania, Daniel, Saraida, Caroline, a.k.a. Gustil, Paulien en Kees. 2014, dat was volgens Maurice als eerst. Ja, Maurice was als eerst. Oké. Dat weet ik nog. Nu wordt het een blanco. Nu ga ik waarschijnlijk ook, want ik heb alles nu op volgorde gedaan. Waarschijnlijk wordt het vanaf nu echt vanaf onder naar boven werken. Want ik denk dat dat dan een stuk makkelijker is. Want anders ga ik er niet komen. Je had Suzanne. De winnaar was. Nee, Freek was niet de winnaar. Volgens mij was Freek de finalist, ja. En Sophie de winnaar. Sophie, ja. Tycho. Tycho en
En mijn wasmachine is klaar. even denken. Dit was die rare radio DJ die ik een beetje raar... Oh ja, dat is waarom ik raar zei. Jan Willem? Ja. Jan Willem Roodstaart. Dit was dat vrouwke die al heel snel rood kreeg in de eerste aflevering. Maar toen was het uiteindelijk toch geen rood. Wat was het ook alweer? Wie was het ook alweer? Of kreeg hij nog eerder rood? Daphne Boterkoek. Nee, Daphne is waarschijnlijk dan eerder. Nog eerder. Ja. Dan mis ik er dat seizoen nog best wel af. Nog 3 zelfs. Oei. Ik heb al 4 mannen, dus nog 1 man en 2 vrouwen mis ik. 1 man en 2 vrouwen. Damn it. Ik wil eigenlijk niet naar de volgende voordat ik dit weet. Oh, wie deed er ook alweer mee aan dat seizoen? Kom er echt even niet uit. Volgens mij moeten ze op zo'n markt niet allemaal van die dingen pakken of zo. Met zwarte vrijstellingen en vrijstellingen. Volgens mij wel. Oeh, ik weet het echt niet meer. Iemand is daar ook echt de klos door die zwarte vrijstellingen gebeuren. Oh ja, Onno. Heet hij niet Onno? Owen, sorry. nog 2 dames, oké. Okay. Hebben die dan zo weinig indruk op me gemaakt? Oh, je hebt nog... Ja, ik weet ze. Dit is Jennifer. Oh, dit zal dan Aaf zijn. Ja, en dan is dit Jennifer. Ja, kijk, we zijn bij 2015 aangekomen. Gaan we weer vanaf deze kant, want dat is naar mijn gevoel makkelijker. Dit is ons grote vriendin, hoe heet ze ook alweer? Margriet. Met winnaar Rick from the Westerleken. Wie was ook weer de verliezend finalist? Dat is slecht dat ik dat even niet weet. Sowieso een beetje een blanco seizoen in mijn hoofd. dat is niet best. Dit is niet best, jongens. Oh, was het niet Marlijn? Marlijn? Ja, Marlijn, oké. Dit was Chris. Chris, ja. We komen steeds dichterbij. Twee dames en 2 heren. Ik mis dus nog 3 dames en 3 heren. Dat helpt echt niet. Oh ja, hoe heette die Eppo ook alweer? Oh, die gast die 2 van die... Ik kom hem nog wel eens tegen. Dat is die... Hij had twee... Hoe heet die vrijstelling had hij? In de eerste aflevering. Hoe heet hij nou ook alweer? Eshuet. Maar hoe schrijf ik dat?
En wanneer ging hij eruit? Hij ging er niet als eerste uit, volgens mij. Ashuet. Ik weet niet hoe dat schrijft, Ashuet. Oh, en heb je nog Martin? Martin? Martine, ja. Nice. Was het niet zo Ajuet? Ajuet. Ik dacht iets. Ik moet googlen hoe dat schrijft. Ja, het is Ashuet, maar ik weet toch niet hoe dat schrijft. Ajuat. Ja, daar was ik niet op gekomen. Ajuat. Oké. Hij ging er als derde uit. Oké. Had ik toevallig de goede aangeklikt. Die was afvaller 1. Maar waren ze ook weer in Sri Lanka? Waren ze? Ja. Dat weet ik nog. Carolina? Carolina? Ja. Twee mannen, één dame. Je merkt dat dit latere seizoenen zijn, want die heb ik minder vaak teruggekeken. En daardoor weet ik dus alleen degene die er veel in hebben gezeten. Vervelend dat ik daar niet op kan komen, zeg. Ik wil hem helemaal afmaken, maar ik denk dat het toch de eerste keer zou gaan zijn dat ik naar een volgend jaar ga. En dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil, maar ik kom... ook niet zo snel op de namen van degene die ik nu mis. Ik denk dat ik toch echt door moet naar de volgende. Laat ik dan maar doen. Klaas. Die is in ieder geval goed. Dat was Tim. Annemieke. Oh. Annemieke Schoolaard. Taken. Taken. Rob. Cecile. Ik weet deze andersom wel, zie je dat? Mariolijn. Zo, die ene van die pizza, weet je wel. Dit was Iron. Dit was Remy. En natuurlijk Ellie Lust. Kijk, 2016 ging een stuk makkelijker. Blijkbaar vind ik 2015 minder interessant. We komen straks terug met 2015. Laten we even doorgaan naar 2017. Ik hoop stiekem dat dit die van Thomas is. Thomas? Ja, dat is die van Thomas. Goed om te weten. Ik vind het ook goed om te weten dat ik wat ik typ. Dus ik moet ze soms eventjes verzitten, zodat ik een beetje kan zien wat ik aan het typen ben. Dit was Sanne Wallis de Vries. Dit was Jochem. Jochem. En dan had je Diederik. Diederik.
Ik dacht dat dit... Sigrid? Oh, die was niet als derde. Was die als tweede? Nee, die was later dan. Sigrid. Hier zijn we heel erg blij mee. Oh, die was er blijkbaar niet als... Nee, hier was... die gast die best ver was gekomen bij Expeditie Robinson dit jaar. Vincent. En hier was waar we heel erg blij mee zijn dat die er snel uit was. Net had ik er nog ingetypt. Oh ja. Dan missen wij nog 3 namen. We hebben nu Vincent Vianen en Yvonne Kolderweijer. Sigrid de Napel. Wie hadden ze nou dat seizoen nog meer? Ze was nogal... Nee, dat is het ook niet wat ik wou zeggen. Het is in Amerika, maar ik weet niet meer... Komen we ook later op terug. Is niet echt goed dat ik dit doe. Maar soms moet het gebeuren. En kijk, nu wordt het een weerwar van gedachtes. Want dit is allemaal voor mij hetzelfde liedje. Ja. Dit is allemaal zo dicht op elkaar dat ik echt niet meer weet. Volgens mij was het 2019. Kan ik me dat nog wel... Was dat niet Merel? Ja, dit was met Merel. Dat betekent dat... Hoe heet zij ook alweer? Ik dacht elke keer dat zij het was... Oh, dit was Niels. Sarah. Ja. Maar de rest van dat seizoen. Oh mijn god. Robert, geloof ik. Niet zo vroeg, blijkbaar. Nikki, was dit Robert? Nee. Robert, ja. Wie deed het ook alweer nog meer mee dat seizoen? Laten we gewoon even gaan invullen wat we weten, want dan komen we misschien een stukje meer. Misschien is het helemaal geen goede tactiek, maar laat ik het toch proberen. 2020. Er was die Flippo was... Buddy. Nathan. Hoe heet zij ook alweer? Die Miljuska. Oh. Miljuska. Was volgens mij Mil en dan Jus. Ah, Miljuska. Ik heb het goed genoeg geschreven. Rob heet hij. Rob Dikkei. Ja. Nee, niet Tina. Ah, en nu weet ik ook weer welk seizoen dit was. Ja, dit was Jan Steeg. De winnaar was Ruben. Olche. Simone. Stine. Nee. Was het niet Stine? Ja, Stine. Uh,
Dit was natuurlijk Ron Bos. Ron Boshart. Oh, dit was Jean-Marc. Ja, hoe heet zij ook alweer? Zij was samen met Ron, was zij in Rusland, geloof ik. En die andere haal ik ook voor me, maar ik weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Guzman, maar het was niet Xavier Guzman, toch? Oh, Emilio Guzman. Ik heb Xavier gedaan. Oh, en dat deed hij gewoon. Oké, Emilio Guzman, ja. Hoe heet zij ook alweer? Ik heb haar voor me. Ik weet het even niet. Hier had je ook nog een aparte modegoeroe, geloof ik. Hoe heet Arno, heet hij? Arno Kantelberg. Arno, ging hij eerder? Of was het helemaal het verkeerde seizoen? Ik denk het. Hij ging niet als eerst. Nee, dat wist ik zeker. Dan is het een ander seizoen. Goed, dan gaan we een iets makkelijkere doen, want dit is het jubileumseizoen. Of die echt makkelijker is, weet ik niet. Was Nadja de eerste die eruit ging? Nee, was niet de eerste die eruit ging. Oké. De mol was eentje die we hier helemaal zijn vergeten. Jeroen kijk in de vechten. Dat was hier namelijk Jeroen. Ja, Nicky, Tigo, Peggy, Patrick was al eerder weg blijkbaar. Jubileumseizoen dan? Nadja natuurlijk, die zeiden we net al. En Ellie. Kijk. Nice. Die hebben we in ieder geval helemaal gecomplete. En we hebben al hun ook al geraden. Dus dat is belangrijk dat we dat... dat we dat even weten. We zijn er alweer twee geweest. We zijn nog 27 minuten bezig. Jezus. Dit is Everon Jackson, hoi. Fresia. Wie stond er ook alweer in de finale? Oh, en dit was die saaie mol. Wacht, dat was René Fokker. Kijk, zie je hoe verder we komen, hoe lastiger het voor me wordt? Terwijl in het begin weet ik ze allemaal, maar... Hoe verder we komen, hoe lastiger ik het vind worden. Dit is gewoon voor afgelopen jaar geweest, hè? Het is gewoon afgelopen jaar geweest en ik weet het gewoon niet meer.
haalde Splinter de finale? Nee, toch? Nee, Splinter haalde inderdaad niet de finale. Lakshmi, ja. Hij ging er niet als eerste uit. Nee. Hij heette toch Florian? Ik weet gewoon de finalist en de winnaar van het seizoen niet eens meer. Oh, dit was Remco. Dat weet ik nog wel. Heet hij dan niet Florian? Nee, zo heet hij dus blijkbaar niet. Hoe heette die kunstenaar nou? Ik weet het echt niet meer. En van afgelopen seizoen, je had Sahil, die ging er een keer uit. Kon niet vroeg genoeg voor mijn gevoel. Daar ging zo heel eruit. Oké. Zat Arno dat in dit seizoen of zat Arno in dat seizoen? Nee, in dit seizoen zat hij niet. In het afgelopen seizoen dan? Nou, daar geloof ik ook niks van. Ja, hij zat in het afgelopen seizoen. Oké. Werd Everon ook alweer zo boos. Toen ben je net boos, maar werd toch boos. Vervelend, ik ga het opgeven. Pieter Derks, ja. Evelien had ik denk ik niet opgekomen. Maar Pieter Derks en Victor Brandt had ik op moeten komen. Roos en Emanuelle, ja, vind ik eigenlijk ook wel. Bella en Loes was het die ik zocht. Oh, ik had denk ik niet op Loes gekomen. Evie was ik weer vergeten. Evelien had ik niet opgekomen. Hey, hier een Evelien en daar een Evelien die ik was vergeten. Jamie helemaal vergeten. Rick Paul en Sinan. Oh ja, dat was het. Nou, dat had ik niet meer opgekomen. Aniet had ik niet opgekomen. Jaike. Oké. Johan Goossens, ja, die was vervelend. Klaas. Klaas was die. Was iemand. En Leonita Braak, ja, dat wist ik nog wel, die had ik vergeten. Erik. Florentijn, het was niet Florian, maar Florentijn. En Joshua. En Charlotte en Rocky. Oh ja, natuurlijk. En van het afgelopen seizoen. Susanne, Glenn, Welmoed. Oh ja, Hila, Letitia, Thomas en Kim Lian. Ja, dat was niet heel goed van mezelf. Ja, je ziet hoe verder je komt, hoe lastiger het wordt. Want in het begin, dit wist ik gewoon allemaal bijna op volgorde ook. Dus dat vond ik dan wel vet. Maar verder, jammer dat het me niet helemaal gelukt is. Maar ik vind wel dat ik ver ben gekomen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering of van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.